Hallo en welkom bij Honeyhandig met SketchUp. In deze tutorial ga ik je uitleggen hoe je nou van jouw mooi gemaakte tekening presentatiemateriaal kunt maken in de vorm van visuals. Dus hoe exporteer je nou 2D beelden zodat je ze kunt uitprinten, kunt bundelen in een PDF of kunt gebruiken in je presentatie om daar een presentatie van te maken. Het gaat eigenlijk heel simpel. Je hebt waarschijnlijk allemaal al scènes gemaakt en die scènes kun je eigenlijk allemaal exporteren. Stel nou dat je bijvoorbeeld je maten of een plattegrond hebt met maten erbij en die wil je exporteren. Dan klik je op die scène of je zet je camera zo neer met het beeld wat je wil exporteren. Wat die exporteert is je hele veld. Dus als jij je beeld zo neerzet, dan is dit ook datgene wat hij exporteert. En dan heb je heel veel witruimte eromheen. Dus zorg ervoor dat je je ontwerp zo mooi en zo groot mogelijk neerzet. Zo goed mogelijk laat zien, zeg maar. Want dat is ook het beeld wat je gaat exporteren. Dan ga je naar File. Klik je op Export. En dan kies je 2D Graphic. Nou, als je daarop geklikt hebt, dan krijg je een pop-up menu. Kan je hier instellen hoeveel, of kan je hier je naam zeg maar aangeven. Je kan hier instellen of het een JPEG, een PDF, een EPS moet zijn of zelfs een TIFF. Dus je kunt hier eigenlijk het format instellen. Als je een PDF exporteert, kan het vaak iets langer duren. Ik zal hem nu gewoon even als JPEG exporteren. En voordat je op export drukt, klik even op Options. Je kan namelijk instellen hoe jouw, waarschijnlijk staat die zo ingesteld, dan krijg je een pop-up menu, wat de kwaliteit is van het beeld wat je wat je zeg maar exporteert. Er zit nogal verschil in. Hij staat standaard op Use View Size. Kijk dan even hoe groot die is. Zit je met de breedte boven de 2000 pixels, dan heb je nog wel een aardig beeld. Zeker met maten moet je er even rekening mee houden hoe hoger dat je dit instelt, hoe kleiner je maten worden met het exporteren. En dat zal ik je laten zien. Stel nou dat ik hem hier instel op die 2100, dan kan je hem hier instellen op Better Quality en vink ook alsjeblieft deze aan, die anti-alias. Die zorgt ervoor dat de lijnen, nu zie je hier een rechte lijn, maar als je een gedraaid beeld hebt, dan is die lijn eigenlijk opgedeeld uit kleine stukjes. En die anti-alias zorgt ervoor dat je een mooie, smooth, rechte lijnen hebt in SketchUp. Nou, als je dat ingesteld op 2000 of dat boven die 2100 zit, dan kan je zeggen oké. En dan klik je op export. Ik heb al een map ingesteld waar hij het in opslaat. Dat is deze. Je kunt gewoon kiezen waar je het in opslaat. Nou, dat is deze, zeg maar dit beeld. En het ziet er op zich goed uit. Maar je kunt zien dat de lijnen heel iets blurry zijn. Ze zijn niet helemaal duidelijk. Als ik het ook ga vergroten, zie je dat ze niet helemaal strak zijn. Dat ook de letters iets onscherp zijn. Maar het ligt er gewoon aan waar je dit voor gaat gebruiken. Wil je dit printen op een A3? Ja, dan zou ik een hoge kwaliteit instellen. Ga je dit gebruiken voor je website bijvoorbeeld, dan heb je helemaal niet zo'n heel zwaar bestand nodig. Dus je moet even kijken wat voor jou de beste instelling is. Je kan hem ook hoger instellen. Dus stel nou dat ik dat ga doen. Gaan we het nog een keer doen. Doe export, kan ik je het verschil laten zien. Klik weer eventjes op Options. Zet die Use View Size uit. Vooral zeker als je hier ze beide onder de 2000 hebt staan. Vooral die width, als die onder de 2000 is. Dan zet deze uit en dan kan je hem hier instellen. Nou heb ik opgezocht dat een A3 of een A4. Ik zal het even laten zien. Dit gaat in pixels. Zoals je hier al ziet, het gaat in pixels. Dus wat je kunt opzoeken op Google, als je gewoon een internetsite opent en je typt in A4 pixels. Nou, dan je ziet al dat ik er een keer op gezocht heb, pixel size. Dan krijg je hier eigenlijk een overzicht van, nou ja, hoe groot een A4 of een A3 moet zijn. Wees je ervan bewust, zeker als je er maten of tekst bij hebt staan, als je dat vanuit SketchUp exporteert, hoe hoger dat je het doet, hoe kleiner de getallen en de tekst wordt. Ook al zou je hem met het font groter instellen, toch exporteert hij dat dan kleiner.
Dus ik hou even die 3500,8 aan. Nou, dat heb ik hier ingetypt. Weer Better Quality File en een anti-alias. Klik je op OK. Ik zal deze even als 2 opslaan. Dan doet hij er misschien iets langer over. Dan heb ik er 2. Dit was de eerste. Met een breedte van 2. Nee, dit is de tweede. Kijk, dit was de eerste met een breedte van 2000 pixels. En dit is die ik net geëxporteerd heb. En dan zie je dat de lijnen. Kijk maar eens ook naar de lijnen. Hier is het allemaal wat onscherp. Hier is het veel scherper, veel netter, veel duidelijker. De getallen zijn hier ook nog prima te lezen. Ga je nou boven die 3508, ja, dan worden de getalletjes echt een stuk kleiner. En officieel, als je dit soort dingen, tekeningen gaat exporteren, doe je dat eigenlijk via Layout. Dat is het programma wat je bij SketchUp hebt gekregen. Dat heet Layout. Dus ook echt om layouts te maken voor een presentatiemodel. Daar zal ik later nog video's over maken. Maar voor nu kun je het vanuit SketchUp ook op deze manier exporteren. Zeker als je andere beelden gaat exporteren, zoals bijvoorbeeld in een woning. We hebben net deze geëxporteerd. Nou, zo kun je eigenlijk elke scène die jij wil exporteren, kan je gewoon exporteren. Als 2D bovenaanzicht. En wat ik je eigenlijk laat zien is, stel dat ik in de ruimte sta. Ga ik even naar binnen. Pak even deze. Nou, stel dat ik. Ik ga even net naar binnen toe. Stel dat ik dit wil exporteren als beeld. Ja. Stel dat ik dit wil exporteren, dan zie je hier een hoop lijnen. Dan is het wel zaak dat je exporteert op die 3500. Dus dat je hem hier instelt op die 3508. Dan maakt hij namelijk de lijnen. Je ziet hier het al een beetje. Ik zal even op cancel drukken. Zie je hieronder, waar ik nu met mijn muis zit, dat die lijn eigenlijk uit allemaal kleine stukjes bestaat. Nou, in SketchUp smooth hij dat aardig uit. Ga dat exporteren en is die anti-alias niet aangevinkt. En heb je hem op niet een hoog niveau staan, dan krijg je gewoon geen mooie lijnen in je tekening. Dus als je hem op dit formaat exporteert, dan krijg je eigenlijk. Dan krijg je eigenlijk een heel mooi beeld. En dat is het hele eieren eten met exporteren. Dat heeft hij laten zien. Zie je dat hij hier dit. Hier kan ik het goed laten zien. Zie je dat hier bij de deur dat hij de lijnen iets haperig maakt? Nou, op het moment dat je dat nog hoger maakt. Of dat je onscherpere lijnen maakt. Of een slechtere kwaliteit exporteert. Krijg je die haperingen die je hier in het lijntje ziet. Hè? Het zijn eigenlijk allemaal losse lijntjes. Ik zal eens kijken of ik hem nog dichterbij kan halen. Of je het dan goed kunt zien. Dat gaat hij dan vergroten. En die anti-alias zorgt ervoor dat het toch een wat smoedere lijn lijkt. En dan in combinatie met het formaat waarop je het exporteert, krijg je gewoon een mooi strak beeld. Tot zover deze tutorial over het exporteren van 2D graphics vanuit SketchUp.